Ik ben Hans Hutting van het uh, modelabel Fundies. Uh, ik probeer met mijn modelabel maatschappelijke inclusie op een duurzame manier aan te jagen. En vandaag zijn we in mijn huis en in mijn atelier, in mijn creative space in Arnhem. Ik zit in het modekwartier. Daar heb ik ook een atelier met winkel. Ik ben bij het Linen Project gekomen als steward. Uh, door Pascal. Ik werd door haar gevraagd: van, Hey, kom je helpen bij het eerste veldje? Toen kon ik niet en daarna dacht ik: Nou, weet je wat, ik doe gewoon mee met het nieuwe veld. In het begin wist ik niet zo goed wat ik ermee wilde doen en ik vond het vooral heel erg fijn om in verbinding te staan, andere mensen te leren kennen, uh, kennis te delen en uh, dat vond ik eigenlijk vooral voor mij. Het leukste en het meest waardevol aan stewards zijn door samen te zijn, kennis met elkaar te delen. Uiteindelijk heeft het ook wel wat meer voor mij zelf gebracht. In de zin van uh, dat ik zelf ben gaan spinnen, gaan weven, uh, eigenlijk van alles ben gaan doen. De vertraging van het linnenproces, gewoon hoe het uh, gaat op het land en uh, soms moet je wachten, soms moet je onkruid wieden. en dan stap voor stap. Uh, en dat gaat best wel traag. En die vertraging brengt voor mij ook wel gewoon wat rust in het dagelijks leven. Dus dat is ook gewoon heel prettig eigenlijk. Welkom in mijn winkel/atelier. Alles wat ik maak zijn van leftover materialen. Dus het kunnen afgedankte materialen zijn van de mode-industrie. En hier heb ik toevallig ook twee voorbeelden hangen. Uh, van een item waar linnen is in verwerkt. Dit uh, was linnen met waterschade. Dat heb ik weer geverfd uh, in een lichte roze. De blauwe strepen zaten er al in. En er zijn witte stippen opgezeefd, drukt. En dan met matchend tuniek en broek. Uh, de een draagt het als pyjama, de ander gaat ermee naar de club. In mijn bedrijf ik maak ik heel veel ondergoed en soort van at-leisure wear, maar dan met een Queer knipoog. Ja, dat, dus dat heeft wel gewoon heel veel het stewardship ook gebracht. Dus dat ik ook met historische stoffen ben gaan werken. Uh, en dat is ook het mooie aan het historische linnen, soms is het 100, 150 jaar oud en het is nog een topconditie. Dus ja, je kan die ook nagaan als je daar dus iets van maakt. Dat gaat ook nog heel lang mee. Dit hiervoor is een uh, dookrol. Dat zijn uh, hele mooie rollen. En uh, die werden vroeger in de linnenkast neergezet en dan kwamen al je vriendinnen op bezoek. En dan ging je vertellen van, kijk, ik heb zoveel linnen, kijk hoe rijk ik ben. En natuurlijk hele rijke boerinnen die hadden natuurlijk of meerdere linnenkasten vol hiermee. Ja, dit is natuurlijk gewoon topkwaliteit linnen, in Nederland gemaakt, in Nederland geoost, uh, vaak nog handgesponnen, soms wel machinaal geweven, maar soms ook gewoon echt thuis geweven aan huis. Of... En die uh, was ik weer, reinig ik weer, want soms zijn ze helemaal geel uh, van ouderdom. En dan maak ik daar weer nieuwe kleding van, wat ik vandaag aan heb. En hier ook een bestelling van een klant. En ja, zelf ben ik een extra, dus na het zeefdrukken zet ik er altijd strafsteentjes omheen. Hier zie je twee verschillende jaargangen liggen. Je ziet daar ook in deze is wat meer grijzer, deze is wat meer geel. En ja, dat heeft gewoon met de bacterie te maken tijdens het rotingsproces. Deze vlaspoppen zijn eigenlijk zo uh, al verder uh, verwerkt dat je er bijna mee kan gaan spinnen. Uh, dit is het handgesponnen garen. Deze dit is uh, ongeloogd, uh, dus uh, niet uitgekookt. En deze is dus nog één keer gekookt. En dan zie je al dat het veel lichter wordt, grijzer. Wat ik er dan uiteindelijk mee doe. Zijn deze uh, die zijn van aardewerk? Ik vind het zelf heel erg mooi om met aardewerk te werken, omdat aardewerk heeft iets heel erg fragiels, maar kan ook heel sterk zijn. En het zijn dus kleine weefraampjes met smileys. Ik weef dan helemaal met de hand, uh, met mijn eigen garen, een soort van gaas. En dan heb ik weer op historisch linnen, heb ik dit helemaal in opgehoogd goud geborduurd. Linnen heeft heel veel waarde. Heel veel mensen zien vandaag de dag eigenlijk de waarde niet van linnen, want het is een vervelende stof. Het kreukt, je moet het strijken. Je hoeft het helemaal niet te strijken. Kreukels kunnen ook heel mooi zijn. Het leeft heel erg. Het is heel erg sterk. Het gaat heel lang mee. Dus dat, ja, linnen is eigenlijk een op en top duurzame keuze. Ja, als je gewoon een paar mooie linnen shirts in je kast hebt hangen, dan ben je voor de rest van je leven klaar.